Het is 1 uur. Dit is Het Journaal met Martien Tanne. Goedemiddag. Er wordt in de coronacrisis veel te weinig rekening gehouden met gezinnen die geen tuin of terras hebben. Dat zeggen gezondheidswerkers die actief zijn in wijken in Brussel. Ze vragen dat er meer publieke ruimte vrijgemaakt wordt. Speeltuinen bijvoorbeeld of sportzalen die nu leeg staan. In steden blijven kinderen vaak wekenlang binnen in een somber appartement. Dat is noodlottig voor hun gezondheid en hun ontwikkeling. Al 5 jaar woont Oemu met haar 3 kinderen op een klein en duister appartement in Schaarbeek. Ze hebben meer nodig te springen, te lopen. Ik heb mijn best als mama gedaan, maar ja, dat is te moeilijk met deze periode. Echt met kinderen alleen thuis te moeten blijven. In steden zijn er veel huishoudens zonder privétuin. In Antwerpen heeft de helft geen tuin, in een stad als Mechelen 1/4. In bepaalde Brusselse gemeentes gaat het richting 70% of meer. Gezond is het zeker niet zo lang binnen zijn. Ons lichaam heeft nood aan bewegen. Dan merken we wel dat mensen ook angstiger worden door altijd binnen te zijn en de wereld op de sociale media te zien gebeuren. Gezondheidswerkers zijn bezorgd. Mensen isoleren zich op kleine appartementen, vaak angstig door verkeerde informatie op sociale media. Kinderen zijn de dupe en blijven soms wekenlang binnen. Je suis pas très tellement sorti. Jamais? Jamais, non. Pendant ces 2 mois, non, je suis pas sorti. Avec les enfants, j'ai été nulle part. Kinderdagverblijf Elmer in Schaarbeek zet af en toe het terras open voor wie het nodig heeft. Volgens welzijnswerkers kan er meer gedaan worden. Ik denk dat het beleid beslissingen heeft genomen zonder echt te denken aan gezinnen in grootsteden die in appartementen wonen, zonder tuin, zonder terras. Daar zou toch wel over nagedacht kunnen worden om hen wat ruimte te bieden. Heel veel staat leeg op dit moment. Een lange reportage hierover kunt u vanavond zien in Ter Zake op Canvas om 8 uur. In verschillende Vlaamse steden merken ze dat door de coronacrisis meer mensen dan voorheen naar de voedselbedeling gaan, waar ze gratis eten kunnen krijgen. In Oostende bijvoorbeeld kwamen er de voorbije weken 30% meer mensen een voedselpakket vragen dan voor de crisis. Colsol is een privé-initiatief dat draait op vrijwilligers en dat 2 keer per week een uitgebreid gamma van voedingsproducten verdeelt. Al van vanmorgen vroeg staan mensen aan te schuiven voor de voedselbedeling die om 22:30 begint. Alexandrie heeft het nu meer dan ooit nodig, want zelfs in de goedkoopste supermarkten zijn de prijzen omhoog gegaan, zegt ze. Met mijn budget van per week ongeveer 50 euro dat ik zagen wekelijks dat kan verdoen, dat is niet haalbaar. Ik heb ook al een zoon van 20 jaar, een dochter die ook 15 is. Dat zijn jonge gasten, dat deed veel meer ook natuurlijk, dat zijn de volgroei. Ah ja, dat gaat rapper op. Heb je ook een beetje pasta gewend? Ja. Voor corona kwamen hier zo'n 50 gezinnen per keer winkelen, nu zeker 75. Een stijging die de stad Oostende merkt in alle initiatieven voor mensen die het moeilijk hebben. Dat is het meest verontrustende. We zien inderdaad zeer veel nieuwe gezichten, nieuwe mensen die in armoede terechtkomen, in extreme armoede, die nood hebben aan die voedselhulp. Dat is niet evident. En het toont alleen maar aan dat er nu enorme sociale drama's aan het gebeuren zijn. En we houden toch wel een beetje ons hart vast naar de toekomst, naar de komende weken en maanden. Ze werken hier met giften van lokale winkels, vissers en serviceclubs. En de stad gaat ook voedsel ophalen bij de voedselbank. Dat is met een kaart. Zo je... Je geeft dat af aan de inkom en dan volg je de rij. Dan zeggen ze hoeveel personen en mag je dit of mag je dat. Mag je dat niet, dan neem je het natuurlijk niet mee. Maar alles is allemaal vast. En gratis ook. En gratis, ja. Ja, met mijn pensioentje raak ik er niet. Het was een van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van gisteren. Vanaf volgende week kunnen we weer naar de markt. De marktkramers zijn blij, maar niet helemaal. Want het is niet duidelijk waar ze opnieuw welkom zijn. En dat komt vooral door de beperking tot 50 kramen per markt. Steden en gemeenten moeten dus keuzes maken. De marktkramers vrezen voor oneerlijke concurrentie. De volgende. Goedendag.
De piepkleine markt op donderdag in Damme is nooit geschrapt omdat hier geen voedingswinkels in de buurt zijn. En hoewel markten vanaf volgende week weer overal mogen, hebben de marktkramers hier nog maar weinig zekerheid. Normaal gezien doen wij 6 markten in de week. Sedert gisteren hebben we de bevestiging van 1 markt dat we dat mogen doen, dat is in Blankenbergen. Ik weet dat alle andere gemeenten er volop bij bezig zijn om de markt te organiseren en om dat in goede banen te leiden. We hebben op het moment nog geen antwoord van Knokke, Brugge en Gent. Wat toch grote markten zijn, hè? Dat zijn serieuze markten, ja, dat klopt. Vooral de beperking tot 50 kramen wordt een grote uitdaging voor steden en gemeenten. De marktkramers vrezen voor oneerlijke concurrentie en pleiten voor een aparte aanpak per markt. Dat denk ik dat elke gemeente of stad voor zichzelf kan uitmaken. Als ze een heel groot marktplein hebben, kunnen ze gerust meer dan 50 kramen plaatsen. Als dat een beperkte marktplaats is, zoals hier in Damme, kun je natuurlijk geen 50 kramen zetten zelfs. Een beetje afhankelijk van stad tot stad. Een kabeljauwhaasje. De buikhaas of de rughaas? De buikhaas. Opvallend, 10 kilometer verderop in het Nederlandse Zeeland is het helemaal anders. Wel ook aangepast op de ruimtes, maar eigenlijk geen problemen. Geen beperkingen ook in kramen? Nee, nee, nee. Als er ruimte is, mag iedereen komen. Bedankt, hè. Ook de steden en gemeenten hebben vragen en maken zich zorgen over de strikte coronamaatregelen voor de markten. Zij hadden het liever anders gezien. Dat er maar 50 kramen per markt mogen staan, is volgens de gemeentebesturen een moeilijke regel. Ze hadden liever een richtlijn van een bepaald aantal kramen per 100 vierkante meter. Steden en gemeenten zullen inderdaad, waar er meer dan 50 kramen staan normaal gezien, zullen zij marktkramers moeten weigeren. Dat is jammer, maar het is toch positief dat markten opnieuw kunnen doorgaan. Het vergt wel wat inspanning van gemeenten. Er moet een circulatieplan zijn. Men zal ook moeten regelen welke marktkramers er dan wel kunnen komen. Dus het is wel niet zonder gevolgen voor gemeenten, maar we zijn wel tevreden dat er opnieuw markten kunnen zijn en we gaan dat trachten in goede banen te leiden. Ik heb voor u ook de dagelijkse cijfers van het Nationaal Crisiscentrum. Ondanks alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er in ons land weer 307 gevallen van besmetting gerapporteerd. De voorbije 24 uur zijn er opnieuw 81 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In alle ziekenhuizen in ons land samen liggen er nu 1966 COVID-19-patiënten. Het aantal zit nu dus onder de grens van 2000. 407 patiënten worden behandeld op intensieve zorg. Ook dat is een verdere daling. Er zijn 60 bijkomende overlijdens gemeld. 30 in een ziekenhuis, 29 in een woonzorgcentrum. 1 persoon overleed elders. Het totale sterftecijfer in ons land zit nu op 8.903. 2 maanden na de uitbraak van COVID-19 in België zit de testcapaciteit op volle kracht. Elke dag worden nu 25.000 testen afgenomen en ontleed. Bij patiënten in ziekenhuizen en woonzorgcentra bijvoorbeeld. Bij het begin van de crisis was er veel kritiek op de overheid, omdat er heel weinig getest werd. Maar nu werken wetenschappers, de overheid en bedrijven samen om zoveel mogelijk tests te analyseren. En een van die bedrijven is UCB in Braine-l'Alleud. Een laborant brengt stalen neuslijm binnen van patiënten die op verschillende locaties in België zijn afgenomen. De stalen komen via het sorteercentrum van UZ Leuven naar dit laboratorium voor analyse. Dit is een voorbeeld van een staal waarbij 3 genen van het COVID-19 duidelijk aanwezig zijn in de samples. In het begin van de coronacrisis was er erg weinig testcapaciteit. Minister Philippe de Bakker vroeg daarom aan 5 bedrijven om zo snel mogelijk laboratoria in te richten. Dat is begonnen met effectief te zorgen dat de bioveiligheidsvoorschriften volledig in orde waren. Dan zijn toestellen binnengekomen die het leger heeft gebracht voor de diagnostische assays door te voeren. En dan hebben we de accreditatie moeten krijgen van de KU Leuven om effectief de patiëntenstalen te testen. Met wat we nu voor handen hebben en ook de reagentia en de stoffen die ter beschikking zijn, kunnen wij tot een piek van 40.000, 45.000 aan. En dat brengt eigenlijk België in de top 3 van de wereld qua testcapaciteit voor COVID-patiënten. En het resultaat van zo'n test is bekend na 24 uur. Het is eigenlijk een unieke samenwerking en partnership met mensen die machines leveren, vrijwilligers van universiteiten en dan ook de bedrijven Biogazel, Universiteit van Luik, GSK, Janssen en UCB.
En samen hebben we nu die capaciteit van 20.000 tot 25.000 testen per dag. De bedoeling is om mensen die wat verder afstaan van een patiënt in de toekomst ook te gaan testen. We zullen denk ik nooit iedereen testen elke dag. Dat zal nooit gebeuren. Door een olielek in de haven van Antwerpen heeft de scheepvaart vertragingen opgelopen en zijn twee dokken tijdelijk afgesloten. Een schip zou afgelopen nacht ruwe olie verloren hebben die afdreef naar de toegangsschul van twee grote sluizen, de Zandvliet en de Berendrechtsluis. Die werden tijdelijk afgesloten en de olie wordt nu opgeruimd met een speciaal vaartuig. Via andere sluizen konden veel schepen de haven toch nog in- en uitvaren. Vanmiddag zouden alle problemen van de baan zijn en zouden alle sluizen weer in gebruik zijn. In de Chinese stad Wuhan is begonnen met het testen van alle inwoners op het coronavirus. Wuhan is de stad waar de corona-epidemie eind vorig jaar uitbrak. Dat testen wordt een gigantische operatie, want de stad telt 11 miljoen inwoners. De beslissing is er gekomen nadat vorig weekend opnieuw 6 besmettingen vastgesteld werden. De eerste nieuwe gevallen in ruim een maand. Aanschuiven aan het ziekenhuis in Wuhan. Iedereen moet er de komende 10 dagen getest worden op het coronavirus. Maar liefst 11 miljoen inwoners. Anders dan gebruikelijk wordt er getest op de genetische code van het virus en niet op antilichamen die zijn aangemaakt. Dat zou doeltreffender zijn om het virus in een vroeg stadium op te sporen. Dat er vorig weekend 6 nieuwe besmettingen zijn opgedoken in Wuhan is op zich weinig hoopgevend. De stad ging 76 dagen lang volledig op slot. En ook vandaag zijn er nog vele winkels niet geopend. De strenge aanpak wordt door de rest van de wereld als een voorbeeld beschouwd. Maar echt uitroeien van het virus lijkt hier niet te lukken. Vandaar nu het massale testen. Ondanks de vrees voor een tweede besmettingsgolf is er ook in de stad waar het virus voor het eerst opdook tijd voor ontspanning. Eerder deze week moest een topman van de lokale overheid opstappen, omdat het virus er maar niet onder controle geraakt. In New York, aan de Amerikaanse oostkust, ligt de politie zwaar onder vuur na buitensporig geweld bij het bestraffen van mensen die te weinig afstand houden op straat. Uit cijfers blijkt dat vooral de zwarte burgers opgepakt worden na inbreuken op de coronabeperkingen. 80% van alle arrestaties, terwijl Afro-Amerikanen maar een kwart van de New Yorkers uitmaken. Onze correspondent Björn Soenes trok daar naar de arme zwarte wijk, de Bronx. Dit is de South Bronx tijdens de lockdown van New York. Afstand houden. Niet echt. De coronacrisis maakt in deze wijk erg veel slachtoffers. Alle problemen worden open wonden. It's sad that it took a pandemic like COVID-19 to show that people were hungry, people were lacking healthcare. So unfortunately, yes, people of color have to be on the street because it's the only way that they can survive. De Bronx is een van de armste wijken in heel de Verenigde Staten. Afstand houden tijdens de lockdown is hier heel moeilijk. De politie moet heel vaak tussen beiden komen. Het is een heel andere wereld in de rijkere en blankere delen van de stad, zoals hier in Central Park. Uit cijfers blijkt dat meer dan 80% van boetes of arrestaties gebeuren bij zwarte Amerikanen. Onevenredig veel. Shivona Newsom zit bij Black Lives Matter, een burgerrechtenbeweging. Ze is ook kandidaat, congreslid. In the Bronx, in Brooklyn, in areas where there are predominantly black and brown people, they're being met with force. They're being met with punches, kicks, nightsticks, and it's unacceptable. Soms loopt het uit de hand. Met buitensporig geweld, zoals hier in de East Village. Deze video ging viraal. Een agent van de NYPD is ongemeen brutaal en gewelddadig. The video
was very troubling. What I saw was absolutely unacceptable, and obviously discipline was swift by the NYPD. The NYPD leads the nation in police brutality. This is nothing new. It's systemic oppression, and they act quite as overseers over the black and brown community. They're not here to protect and serve us. There is no community relations. They are enforcing us and treating us as slaves. Rassengelijkheid in Amerika. Het is nog niet voor morgen. Het wordt ons nu al maanden gezegd, altijd opnieuw. In deze coronacrisis is handen wassen heel belangrijk. Maar wat als er geen water uit de kraan komt? En als er zelfs onvoldoende water is om te drinken? Dat maken ze nu mee in Zimbabwe, in Centraal-Afrika. De kans dat je er sterft van honger of dorst is groter dan te sterven van het coronavirus. In het dorp Chitungwiza haast iedereen zich naar het centrale plein, want daar is een tankwagen met water gesignaleerd. Violet, 72 jaar oud, vertrok hals over kop van op de begrafenis van haar oom. In vele steden in Zimbabwe komt al maanden geen water meer uit de kraan door de aanhoudende droogte. Mensen moeten water van vervuilde bronnen gebruiken. Of ze moeten zich wagen in de drukte van de publieke waterpunten. Een risico in coronatijden, waar afstand houden belangrijk is. Het lijkt wel alsof ze hier de keuze moeten maken tussen het virus en de dorst. 1 op de 2 Afrikanen heeft thuis geen stromend water en moet wel elders water halen. Er wordt nu hard gewerkt om te vermijden dat de waterpunten epicentra van de epidemie worden. In de kleine Balkanstaat Montenegro is er hevig protest tegen de opsluiting van 8 Servisch-orthodoxe priesters. De politie moest traangas inzetten om de betogers, allemaal gelovigen van de Servisch-orthodoxe kerk, uiteen te drijven. De priesters waren opgepakt omdat ze een processie georganiseerd hadden, ondanks het verbod wegens het coronavirus. Montenegro scheurde zich in 2006 af van buurland Servië. Maar de spanningen met Servische nationalisten zijn er nog altijd voelbaar. In Nieuw-Zeeland worden bijna alle maatregelen om het coronavirus tegen te houden opgeheven. Want de epidemie is er nu onder controle. Winkels, restaurants, scholen, ze mogen allemaal weer open. Als tenminste de afstand bewaard kan worden. De burgemeester van Queenstown deed een bungee-sprong om de toeristen in zijn stad weer te verwelkomen. In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro kunnen bewoners van enkele appartementsgebouwen voortaan genieten van een film die op een mobiel scherm geprojecteerd wordt. Veel bewoners kunnen samen met hun gezin amper naar buiten door de coronamaatregelen. Brazilië is het zwaarst getroffen land in heel Latijns-Amerika, met al meer dan 12.000 doden. Her en der in Mexico-stad, de hoofdstad van Mexico, duiken indrukwekkende muurtekeningen op. Een graffiti-kunstenaar maakt die om het medisch personeel in zijn land een hart onder de riem te steken. De dokters en de zorgkundigen zijn niet alleen zelf slachtoffer van het coronavirus. Ze hebben ook te lijden onder geweld en uitsluiting, omdat veel mensen bang zijn dat medisch personeel het virus verspreidt. Graffiti-kunstenaar Cato volop in actie in Benito Juárez, een wijk in Mexico-stad. Onlangs heeft de Mexicaanse verpleegster geklaagd dat haar collega's op straat worden beschimpt en lastiggevallen door mensen die denken dat zij het virus verspreiden. Deze graffiti moet hulpverleners een hart onder de riem steken. Hij kreeg al positieve reacties op gelijkaardige muurschilderingen die hij in de voorbije weken heeft gemaakt. También en mi Facebook me han llegado muchos mensajes positivos de enfermeras, de doctores. Qué bueno que con mis manos estoy haciendo algo bien por la sociedad y por el sector salud, ¿no? Que ahorita está la primera línea y hace falta motivación. In Mexico zijn onder het medisch personeel al 111 mensen gestorven aan het coronavirus.
We hebben spectaculaire beelden gekregen uit het zuidwesten van Duitsland. Daar zijn vanmorgen twee koeltorens gecontroleerd opgeblazen. Eerst ging de 150 meter hoge koeltoren links naar beneden, daarna de andere. De uitbater van de nucleaire site had geen exact tijdstip meegedeeld om een samenscholing van kijklustigen te vermijden, gezien de coronamaatregelen. De twee reactoren werden in 2011 en 2019 gesloten. Duitsland wil tegen eind 2022 geen kernenergie meer gebruiken. De coronacrisis is lastig, maar werkt ook inspirerend. Wat doet bijvoorbeeld een artiest met een nieuwe plaat die hij niet kan promoten met een concerttournee? Als volleerde fietscouriers brengen de Compact Disc Dummies hun plaat persoonlijk naar de fans. Het hele verhaal na de sport. Dag Katrien, je hebt nieuws uit het voetbal van Antwerpen. Wat is er aan de hand? Wel, nieuws over de coach, Martin. Laszlo Beleuni, de trainer, zal volgend seizoen niet langer langs de lijn staan op de Bosuil. Dat heeft onze redactie vernomen, al wil Antwerp zelf het nog niet officieel bevestigen. De Roemeen trainde de ploeg 3 jaar op zijn eigen, eigenzinnige manier. De laatste 2 seizoenen loodste hij de Great Old telkens vlot naar play-off 1. En dit seizoen geraakte hij ook tot in de bekerfinale. Die bekerfinale kan nog een hoogtepunt worden, maar dat duel kan natuurlijk door de hele coronacrisis ten vroegste in augustus worden gespeeld. En dan zal de opvolger van Beleuni wellicht al aan de slag zijn. Straks weten we misschien meer. In het wielrennen weten de World Tour ploegen sinds kort waar ze aan toe zijn, dankzij de aangepaste World Tour kalender. Maar er zijn ook de kleinere pro-teams, de vroegere pro-continentale ploegen. En die hebben nog altijd geen duidelijkheid over hoe hun najaar er zal uitzien. De ploeg van Mathieu van der Poel heeft zekerheid over nog maar 8 koersdagen. Ze kijken daar met spanning uit naar wat er dit seizoen zal overblijven voor hen. De fietsen van Mathieu van der Poel waren helemaal klaar voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar hangen er nu werkeloos bij. De ploeg Alpecin Phoenix maakt geen deel uit van de World Tour. En ze is zo als kleinere ploeg nog maar zeker van 8 koersdagen, terwijl er al 104 koersdagen vastliggen. Ik denk dat het net die onderbouw is die ook moet in stand worden gehouden. En het lijkt me op deze manier voor een aantal teams moeilijk om daar een goede invulling kunnen aan te geven in 2020. En dat zal wellicht zijn impact hebben voor 2021. De ploeg heeft ook net geïnvesteerd in een nieuwe logistieke uitvalsbasis en uitgerekend dan slaat corona toe. We hadden net 2 nieuwe vrachtwagens gekocht, een nieuwe touringcar, dus ja, het moet toch verder. En het is niet omdat het nu even slecht gaat in de wereld, dat alles zal stilvallen achteraf. Van der Poel komt wel en komt er Jandori ook nog uit. Gaat hij de Amstel Gold Race winnen? Het is toch nu waar, het is toch niet waar, het is wel waar! Voor de Amstel Gold Race en de andere klassiekers heeft Van der Poel al een wildcard te pakken. De rest zal van de kleinere koersen moeten komen. Dat zijn ja, wedstrijden zoals Ronde van Wallonië, Ronde van Denemarken. Dat zijn natuurlijk niet de grote wedstrijden die bijvoorbeeld ook Mathieu graag zou rijden. Nee, maar goed, hij heeft wel met die 5 klassiekers die we nog kunnen rijden toch wel een aantal mooie doelen. Als hij van die 5 er 2 kan winnen, dan zal alles wel in orde zijn. Ook Sport Vlaanderen Balwaze is een van de pro-teams. Ook zij zijn nog maar zeker van enkele koersdagen. En de kleinere wedstrijden vallen als vliegen. De grote prijs Hefschedens in Leuven gaat blijkbaar al niet door. De Meulebeke gaat ook al niet door. Dus dat schiet niet veel meer over. De wedstrijden die ze alsnog kunnen rijden, moeten qua publiciteit ook opboksen tegen bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk. Ik noem maar bijvoorbeeld Brussel Cycling. Als die tot zo doorgaan, dat zij dan bijvoorbeeld wat vroeger starten om wat vroeger aan te komen, waardoor dat ook tv ook nog zegt van oké, dit is voor ons interessant. Als de aankomst niet om 3 uur is, dan kunnen we vandaar overschakelen naar bijvoorbeeld de aankomst van de Tour de France. Van het wielrennen naar de Formule 1 voor een stoelendans. De Spanjaard Carlos Sainz rijdt vanaf volgend jaar voor Ferrari. Hij neemt bij de Italiaanse renstal de plaats in van Sebastian Vettel, van wie het contract niet wordt verlengd. Sainz zal rijden aan de zijde van de nieuwste ster van de autosport, Charles Leclerc. Sainz is 25 en hij verlaat eind dit seizoen McLaren. Daar kennen ze zijn opvolger ook al, de Australiër Daniel Ricciardo. Die stapt dan weer over van Renault. De Formule 1 ligt voorlopig stil. Ze hopen daar nog altijd het seizoen te kunnen beginnen in juli in Oostenrijk. En dan nog voetbal.
Dit weekend herneemt de Duitse competitie met strenge veiligheidsvoorschriften en achter gesloten deuren. Het zal wennen zijn voor iedereen, maar sommigen hebben toch al creatieve oplossingen gevonden om voor een beetje sfeer in de stadions te zorgen. Mönchengladbach bijvoorbeeld zal niet voor lege tribunes spelen. De fans zullen er zijn in kartonnen versie. Supporters van Borussia Mönchengladbach in de weer met houten latten en kartonnen borden. Het idee voor deze opmerkelijke actie kwam van een trouwe fan die het jammer vindt dat hij de thuismatchen van zijn club nu niet kan bijwonen. En dan had ze irgendwann mal gesagt, pass mal auf, dan druk ze einfach een foto van je aus en stel ze in het stadion, bist du irgendwie dabei. En daar heb ik een stunde drüber nachgedacht, een kleines concept geschrieben, met webentwicklern geredet en dan een app gebouwd die ons erlaubt, standardisiert deze foto's te genereren, aus denen dan deze riesenaktion entstand. Al 6000 supporters van Borussia Mönchengladbach hebben hun foto ingestuurd en krijgen dus een plaatsje in het stadion. Dat zal zo toch wat minder leeg ogen voor de spelers. De aanmoedigingen zullen ze er wel bij moeten verzinnen. Also die Mannschaft ist wirklich sehr begeistert. Ist natürlich traurig darüber, dass es keinen Sound gibt, aber das liegt auch daran, dass keine echten Fans da sind. Ich kriege sehr viele Nachrichten oder Anrufe von Spielern, die sich dafür bedanken oder vielleicht auch ihre eigenen Pappen bestellen wollen. FC Keulen zal het dan weer moeten doen zonder zijn trouwe mascotte en geluksbrenger Hennis. De geit mist normaal geen enkele thuismatch, maar ook voor haar wordt er geen uitzondering gemaakt. Anders zouden haar twee begeleiders ook elke keer getest moeten worden op het virus. Der fühlt sich alleine denn da, deshalb nehmen die ihn nicht mit dahin. Darum. Ja, vielleicht will der Publikum haben. De voetballiefhebbers mogen dan wel uitkijken naar de heropstart van de Bundesliga. Echt breed gedragen is de beslissing niet. Uit een recente bevraging blijkt dat de helft van alle Duitsers er tegen is. We zijn toch wel benieuwd naar welke creativiteit de fans nog aan de dag gaan leggen. Zeker, dankjewel, Katerien. De Compact Disc Dummies hebben een nieuwe plaat. In gewone tijden hoort daar een nieuwe tour bij. Maar het zijn geen gewone tijden. Daar hebben de Compact Disc Dummies iets op gevonden. Ze doen een tour per fiets. Hallo. Hallo. Olivier. Ja. Proficiat, u hebt gewonnen. Verkleed als fietscouriers brengen de Compact Disc Dummies hun nieuwe plaat naar enkele fans. Neon Fever Dream was door corona eerst uitgesteld, maar komt nu toch gewoon uit. Voor ons was het gewoon van, we moeten die plaat releasen, want die ligt ook al enkele maanden op het schap. En we hebben ons al moeten haasten om eigenlijk de plaat klaar te krijgen. Ja, dus nu is dat zo'n beetje van... Om dan nog een jaar te wachten? Nee, dat zien we echt niet zitten. De broers vinden het vooral jammer dat ze door de omstandigheden hun werk niet live kunnen spelen voor de fans. En ook financieel is dat niet gemakkelijk. Het ding is, optredens blijven de grootste inkomstenbron. Een plaat, of dat nu wel, een plaat of niet. Kost sowieso ook veel geld, dus allee, het is altijd een beetje... Om te maken, ja. Dat kost veel geld om te maken, dus dat is altijd een soort van investering. Ik vind dat echt machtig dat ze zo andere dingen doen om toch nog de fans te betrekken in hun... Het verzacht een beetje de pijn. Maar ja, het kan het nooit niet vervangen. Hè. Ook die huiskamerconcerten die ze doen, is nooit hetzelfde als in een concertzaal. Maar oké. De plaatleveringen per fiets vallen duidelijk in de smaak. Het nadeel was een beetje dat er een paar fans verstaan hadden dat we naar iedereen gingen. Dus, dat hebben we toch wel moeten duidelijk maken aan een paar mensen. We gaan niet iedereen een persoonlijke delivery geven, want dat is vrij onmogelijk. Ja, dus dat, en dan heb je het misschien toch maar binnen een half jaar. De festivalzomer is vrij nu, hè. Je hebt er niks anders te doen. Dat is waar. Deze zomer kunnen we misschien wel... Dan hebben de mensen normaal heel laat. Hè. Ja, dus dat zijn ze misschien al met andere nieuwe muziek bezig. Ja. We begonnen het journaal met een noodkreet van gezondheidswerkers in Brussel. Er is veel te weinig aandacht voor de mensen die hier in een klein appartement wonen. Die komen nauwelijks buiten. Zeker voor de kinderen is dat noodlottig. Voor hun gezondheid en voor hun welzijn. Nog een mooie dag. Graag tot vanavond. Ik heb mijn best als mama gedaan, maar ja, dat is te moeilijk met deze periode, echt met kinderen alleen thuis te moeten blijven. Pendant ces deux mois, non, je suis pas sorti. Avec les enfants, j'ai été nulle part.
Ik denk dat het beleid beslissingen heeft genomen zonder echt te denken aan gezinnen in grootsteden die in appartementen wonen. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.